Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Nadat bij een vrouwelijk bemanningslid van het cruiseschip Freewens maandag 29 april mazelen zijn geconstateerd, heeft de Curaçaose overheid donderdagavond een oproep gedaan aan iedereen die tussen 22 en 28 april aan boord is geweest. Mensen worden opgeroepen contact op te nemen met de GGD op Curaçao. Op die manier moet eventuele verdere verspreiding van mazelen op het eiland worden tegengegaan. Het schip ligt nu in de haven van Santa Lucia, waarbij alle 300 leden van de bemanning in quarantaine zijn geplaatst. De Freewens heeft Curaçao als thuishaven. Op het schip worden heel regelmatig muziekconcerten georganiseerd. Het ministerie van Volksgezondheid stelt dat er geen grote kans is dat er meer besmettingen zijn en wil paniek onder de bevolking voorkomen. Wel roept het alle bezoekers op om de GGD te bellen. En dat kan op de nummers 9345 of 0800 0888. Curaçao valt voorlopig niet onder de sancties die de Amerikaanse president Donald Trump heeft opgelegd aan het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA. De Verenigde Staten hebben eerder sancties afgekondigd tegen het Venezolaanse staatsoliebedrijf. Met de vrijwaring kunnen Curaçaose bedrijven echter gewoon zaken blijven doen. De regering van Curaçao heeft in de afgelopen tijd in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken veel lobbywerk verricht. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken twitterde donderdag: belangrijke stap voor raffinaderij op Curaçao. Onze minister-president Eugène Ruggenaat twitterde op dezelfde dag dat de Amerikaanse beslissing een belangrijke stap is voor de economie en de energieveiligheid van Curaçao. Verschillende ondernemers op Curaçao hebben boos gereageerd over het feit dat ze tegenwoordig een handling fee bij lokale banken moeten betalen. Dat betekent dat 1% van het bedrag dat gedepositeerd wordt of dat omgewisseld wordt via een cheque naar de bank gaat. Volgens ondernemers is dat bedrag te hoog en wil men in gesprek met de bank om te kijken of daar niet iets aan veranderd kan worden. Banken zelf wijzen op het feit dat er ook andere manieren zijn om geld op de rekening van de bank te storten of om te wisselen. Bij een restaurant in de Rifwaterstraat, Casa Hilda, is gisteren een brand uitgebroken. Het restaurant is van de bekende presentatrice Tania Ataula Henriquez. Er lijkt weinig meer over van het restaurant. De brand ontstond nadat Ataula Henriquez naar weg was gegaan, maar nog wel eten op het gasfornuis had laten staan. De toeristensector op Curaçao heeft gisteren de cijfers bekendgemaakt van het eerste kwartaal van 2019. En zonder twijfel zijn dat hele positieve cijfers. Er waren 5% meer cruisetoeristen en het aantal bezettingen van de hotelkamers was ook aanzienlijk groter. En daarmee was CTB-directeur Paul Pennekoek erg tevreden over de voortgang. Vandaag is voor 1885 leerlingen op Curaçao de periode van de eindtoets funderend onderwijs 2019 gestart. Het duurt tot volgende week vrijdag. Hierbij worden 3 onderdelen getoetst: papiermens, Nederlands en rekenen wiskunde. In totaal doen 54 verschillende scholen mee. Dit jaar is het voor de 10e keer dat de toets wordt afgenomen. De Amerikaanse president Donald Trump roept op om de brutale repressie tegen manifestanten in Venezuela stop te zetten. Intussen werd bekend dat nog eens 2 mensen zijn overleden ten gevolge van het proces tegen het bewind van Maduro. Dat heeft het Venezolaans Observatorium voor Sociale Conflicten gisteren meegedeeld. Een 16-jarige die dinsdag gewond raakte en een 14-jarige die woensdag werd neergeschoten zijn uiteindelijk aan hun verwondingen bezweken. Het geweld eiste daarmee al 4 dodelijke slachtoffers. Eerder overleden een 27-jarige vrouw en een 16-jarige jongen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.